iedereen. Welkom in een nieuwe episode van mijn vlog in de auto. Er zijn zo'n aantal momenten waarin dat er altijd ideeën binnenkomen, omdat er ruimte is en dat je met niets anders bezig bent. Dat is wanneer je in de auto zit, onder de douche staat of op het toilet zit. En dan op voorwaarde natuurlijk dat je kinderen niet lastig vallen als je kinderen hebt. Als je in de natuur loopt, bijvoorbeeld gisteren ben ik naar de zee geweest. En dan creëer je ruimte. Ruimte in je energie. Gisteren heb ik ook letterlijk heel veel dingen uit mijn energie laten waaien. Er was heel veel wind. Maar het was ook lekker warm. Dus het was echt aangenaam weer. En dat brengt mij op het thema van vandaag. De mind. Onze gedachten. Als er iets is wat ik zie dat iedereen, maar dan ook van de eerste tot de laatste persoon waar ik ooit mee in contact gekomen ben, waar ik ooit mee samengewerkt heb en nog mee samenwerk, dan is het feit dat ze allemaal één voor één in de valkuilen van hun eigen gedachten vallen, lopen, struikelen, wat ik ook wil zeggen. En dus vandaar dat heel veel dingen die ik aanbied, heel veel cursussen die ik aanbied, die zijn eigenlijk een soort van zelfeducatie, zelfontwikkeling, zelfstudie. Omdat de vragen die erin opgenomen worden, die zijn zo bedoeld, zo gechanneld, met als doel om te tonen, om een spiegel te zijn waar dat jij jezelf tegenhoudt. En tegelijkertijd jou de vaardigheid aanleert om daar eigenlijk een gewoonte van te maken. Om iedere keer de reflectie te maken bij jezelf van ja, maar hoe denk ik daarover? Hoe komt dat nu dat dat één ding, dat ik dat onmiddellijk manifesteer, dat gebeurt onmiddellijk. En het andere vraag ik al zo lang, zit ik al jaren op te wachten en het is nog steeds niet in mijn leven verschenen. Wat doe ik verkeerd? Wat zit er dan? Wat is dat ik nog niet zie? Welke schaduw moet ik nog gaan werken? Wel, snap je? Op dat moment zit je eigenlijk al in je eigen schaduwen, in je eigen mind, in je valkuil van je mind. Een ander stuk daar rond is... Dus het eerste punt is eigenlijk, kijk van, hoe denk ik over dingen? Wat is de overtuiging? Wat is de diepe overtuiging ervan? En het moeilijke is natuurlijk, het is niet moeilijk, ook dat is een overtuiging. Maar wat de meeste mensen het lastigste mee vinden, is het stuk die al zo lang constant bevestigd en geconditioneerd geweest is. En iedere keer weer opnieuw bevestigd en versterkt is. Zijn overtuigingen en stukken die komen... Die gewoon meegegeven zijn met degene en de moedermelk, bij wijze van spreken. Die gewoon vanuit culturen meegegeven zijn. Die eigen zijn aan mannelijk, vrouwelijk geslacht. Die, denk maar aan van, ja, tieners, puntje, puntje, puntje. Ah, vrouwen, puntje, puntje, puntje. Ah, mannen, puntje, puntje, puntje. Maar is dat wel allemaal zo? Is dat wel zo? Ik zei het over laatst tegen mijn twin ook van... Hoe makkelijk het ook kan zijn, de mensen laten ons niet teleurgesteld achter wanneer het gaat over hoe dat ze dingen veel moeilijker kunnen maken. En dat werkt in twee richtingen. Sommige mensen voelen zich zo entitled, dat is in het Engels, voelen dat ze zoveel recht hebben op een bepaalde titel. Maar geloof mij, het is een titel die je eigenlijk liever niet wilt gebruiken. En dat is de titel van de slachtoffer. Want je moet er eens op letten hoe vaak dat mensen dingen aan het bevestigen zijn. En dat terwijl ze aan het vertellen zijn aan andere mensen. Van daar en dat is gebeurd en nog harme ik. En oh, dat is gebeurd en dat. En dus ze vertellen constant en ze bevestigen aan zichzelf. Terwijl ze vertellen aan iemand anders welk groot slachtoffer dat ze zijn. En als er iets is wat ik altijd eerst doe, is... dat terugspiegelen en zeggen van nee, je bent geen slachtoffer, je hebt een keuze. En in die keuze zijn er altijd twee kanten.
dat is de reden waarom dat we uiteindelijk hier ook in een duale wereld leven. Je kan kijken naar de situatie en je kan zeggen, och arme ik. En allerlei rampscenario's bedenken. En zeker in tweelingvlam connecties gaat dat heel vaak gebeuren, omdat alle informatie gaten, omdat er geen leegtes zijn en dat we niet kunnen invullen of niet bevestigd is van ons twin, zal ingevuld worden door negatieve scenario's, paniekscenario's die gevoed worden door de eigen schaduw en de eigen angst en de eigen wonden. Terwijl dat eigenlijk misschien aan de andere kant van de lijn, bij je tweelingvlam, een volledig andere verhaal is. Het voorbeeld wat ik bijvoorbeeld gehad heb, is dat voor mezelf dan, van ja, hij had gezegd dat hij ging bellen. En hij belt niet op het uur dat we afgesproken hadden. Ik bel dan terug, hij neemt niet op, zie, hij is niet toegeweid, bla 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 bla. Allerlei dingen vanuit mijn ego, mijn gekwetstheid, ervaring met vorige relaties en zo verder. Terwijl op dat moment, wat was er gebeurd? Ja, en daarom moet je mijn twin dan kennen. Maar wat was er gebeurd? Hij had gewoon zijn telefoon in het water laten vallen en hij kon niet bellen. Zijn telefoon was kapot. Dus om maar te zeggen, op dat moment, gelukkig heb ik dat niet gedaan, maar op dat moment stonden er heel veel mensen zijn die zeggen, ja, je klootzak, ik moet niet meer hebben en ik wil u niet meer horen, een heel ding. Voor hetzelfde geld is die persoon gewoon een ongeval tegengekomen. Voor hetzelfde geld is er iemand dicht in de familie gestorven of is er iets gebeurd waardoor dat ze gewoon niet in staat zijn om zich aan bepaalde afspraken of wat dan ook te houden. Maar zie dan vanuit welke vervormde energie dat je op dat moment zou kunnen reageren. Dus dat is één keuze, één ding van het verhaal. Of je kunt ook focussen op van, ja, ik hoop dat alles oké is. Ik weet dat als hij zou kunnen, dat hij mij zou informeren, dat hij mij zou laten weten wat er aan de hand is. Het feit dat hij het niet deelt is een teken dat hij daar zijn goede redenen voor heeft. En dat is nu een voorbeeld vanuit mijn connectie. Maar dat kan in heel veel dingen zo zijn. En je hebt altijd de keuze om te kiezen en te focussen op het obstakel. Dat is hetzelfde als je in de auto rijdt. Als je ziet van, oeh, er is daar een auto of oeh, er is daar een paaltje. Of er is een smalle weg en je zit te kijken naar de auto dat je niet wil tegen aanrijden. En je focust constant daarop, ja, de kans is heel groot dat je die gaat raken. Omdat je met je energie naar daartoe richt. Dus je stuurt er energie naartoe, waardoor je onbewust eigenlijk jezelf in die richting stuurt. Terwijl als je gewoon zou vooruitkijken en zou kijken en rijden, en dat is hetgeen wat ze ook aanleren, wanneer je leert rijden met de auto, kijk naar waar je wil rijden. Als je paard rijdt, dat is juist hetzelfde. Kijk niet naar je paard, maar kijk naar waar je wilt dat je paard naartoe heen gaat. En dan ga je energie jullie daarheen sturen. Dat is net hetzelfde voor al de rest in je leven. Als er rekeningen zijn die dringend moeten betaald worden, je krijgt al herinnering na herinnering en aanmaning en een gebrekenstelling en wat dat er ook allemaal is in de drie wereld. En je blijft maar altijd daarop focussen van, het is nog niet betaald, het is nog niet betaald, het is nog niet betaald. Raad dan eens wat je aan het manifesteren bent. Dat het nog altijd niet betaald is. Terwijl je zoiets hebt van, ja oké, ik weet het, dat moet betaald worden en ik zou je heel veel plezier zou ik de rekening willen betalen. Maar ja, op dit moment doe ik wat dat mogelijk is met de middelen die mij gegeven worden. En gefocust, gelegd bij wijze van spreken op de hoop, gelegd of gesnoest de mail tot 2 dagen of tot het weekend of een aantal dagen later. En je herfocust, je stuurt jouw aandacht in de andere richting en je gaat iets gaan doen waardoor dat je jezelf blij gaat gaan voelen. Waardoor dat je zelf vrolijker wordt. Waardoor dat je meer vervulling gaat gaan voelen. Zoals bijvoorbeeld ik gisteren naar de zee ben geweest. Dat stond niet op mijn planning. Maar ik zat zo in een bepaalde funk, emotionele energie. Ik voelde heel veel stress, heel veel emoties, maar ik wist ook dat het niet van mij was. En dan had ik de keuze. Ik kon gewoon thuis zitten in mijn zetel. Het is lastig.
Of ik kon zeggen van kijk, ik ga er het beste van maken. Het lukt me toch niet om vandaag iets te creëren. Dus ik ga gewoon naar de zee en ik ga daar gewoon alles loslaten. En dus in een instant seconde, gewoon door die beslissing te nemen, was mijn energie al geshift. Was die emoties. Ik heb de emoties erkend, maar ik ben er niet in blijven zitten. En dat mag. Soms mag je gewoon in die emoties blijven zitten. Dat is geen probleem. Zeker wanneer dat nodig is om tot bepaalde inzichten te komen. Of wanneer je bijvoorbeeld in een rouwproces bent. Na het overlijden van een persoon of na een relatiebreuk of zo. Dat mag zeker. Maar let op dat je dus niet op een bepaald moment jezelf het verhaal vertelt van ja, maar ja, ik ben het wel waard. En weet je wel wat ik allemaal meegemaakt heb? En goh, dat is toch lastig? En vul mezelf de blanks in. Dus. Ik ga me eerst hier parkeren. Ze. Dus, om een lang verhaal kort te maken. De mind. De mind is de grootste uitdaging die je zal hebben wanneer dat komt op wakker worden. Omdat je moet tot op een punt komen dat je bewust bent van wat dat je denkt. In elke seconde, in elk moment. En dat je moet in staat zijn om de gedachten te grijpen en ze te transformeren zodanig dat ze behulpzaam zijn, zodanig dat ze jou dichter brengen bij het leven en bij het doel dat je wil gaan bereiken. Ik ben aan het denken. Het stuk daarin is ook dat. En ik heb gevraagd aan Sarah om daar ook een video over te maken. Om dat aanvullend aan mijn video hier dan. Haar ervaring ook in te delen. Omdat zij weerstand op een heel andere manier ervaart dan ik zelf. En dat is normaal, want iedere persoon ervaart al die stukken, emoties en gedachten en zo verder. Op een andere manier. Maar dus het ding is, wanneer dat je weerstand ervaart, of wanneer dat je dus in contact komt met iets, dan. Ik merk dat met heel veel mensen. Wanneer dat ze dus bij mij beginnen samen te werken, dan bereiken ze allemaal op een bepaald moment een punt waarop dat ze heel veel weerstand beginnen te ervaren. En dat is omdat op dat moment spiegel ik hen. Een niveau van zijn, van bewustzijn. Maar natuurlijk kunnen ze niet mee in dat niveau van bewustzijn. Dus niet hoger in die energie. Zolang dat ze niet bereid zijn om dieper te gaan in hun eigen energie. En dat maakt dat ze dan op dat moment twee keuzes hebben. Net zoals ik daarnet gezegd heb. Je kan in het negatieve, in het slachtofferstuk gaan. Of in dit geval kan je het kopiemechanisme hebben om weg te gaan lopen. En het te ontkennen, de dingen die getoond worden, die gespiegeld worden. Of je kan de tijd nemen, er even bij stilstaan. De emoties zijn ervaard gewoon door je heen laten gaan. Al is dat je koppig wil zijn, koppen, dat mag allemaal. Maar dan, op een bepaald moment, zeg je tegen jezelf van kijk, oké. Het is wat het is en ik ga eerlijk zijn met mezelf. Ik heb niet het leven dat ik zou willen, bijvoorbeeld. Ik heb niet de relatie dat ik zou willen. Ik zit vast in een job dat ik KUT vind, of KAK vind. En ik wil het liefst van al gewoon gerust gelaten worden. Ik wil gewoon elke dag gewoon genieten van het leven. Anderen gaan zeggen van, ik wil gewoon de wereld rondreizen en ontdekken. Maar zolang je de dingen blijft doen die je doet, ga je daar niet toe komen. De dingen, de realiteit die je nu hebt, is een veruiterlijking van hoe dat je denkt dat mogelijk is en waar je jezelf tegenhoudt. Dat is de reden ook waarom dat, zeker voor mijn spirituele ondernemers, of voor gewoon de mensen die zich spiritueel aan het ontwikkelen zijn en dan die next level gaan, is eigenlijk ook spiritueel ondernemer heel goed, want daarin zijn er heel veel transmissies opgenomen die next level zijn. Dus die met die hogere energie werken. Zoals Omega Vlam en de Diamanten Vlam en de Platinum Vlam en enzovoort.
Dat zijn heel hoog vibrerende, dus heel hoge frequenties. En dat maakt dat sommige mensen daarop ook uiteindelijk op afhaken. En dat is oké. Dat is oké. Niet iedereen is bedoeld om all the way te gaan. Er zijn mensen die een stukje meegaan en die dan na verloop van tijd een andere weg inslaan. En dat is oké. Want wat je ook niet mag vergeten, er is dus verticale groei, dus in hoogte en frequentie. Maar er is ook horizontale groei. En je hebt mensen die een eindje meegaan, bijvoorbeeld door met mij samen te werken, die dus een stukje hoog energie verhogen en die dan een stuk opzij gaan. En dat is vaak dan de momenten waarop ze kiezen om met andere mensen samen te werken of andere mensen gaan volgen. En dat is volledig oké, ik heb daar totaal geen probleem mee. Omdat niet iedereen is ook bedoeld om in dit leven volledig all the way te gaan. Sommige mensen komen inderdaad maar bepaalde stukjes bij mij halen. En anderen zullen uiteindelijk met mij samenwerken. En helpen mij verder de vlammen neerzetten. Dus ook daarin ga je ook zien in je leven, in je persoonlijke leven, dat dat ook zo werkt. Er gaan mensen op je pad komen waarvan je voelt in elke vezel van je leven. Van, dat zijn mensen die voor de rest van mijn leven in mijn leven gaan blijven. En dat zullen er andere mensen zijn die een week, of zelfs een dag, of gewoon een uurtje, of een minuut, gewoon een seconde, een flits, jou passeren, connecten met jouw energie. En er worden allerlei dingen uitgewisseld, en er worden dus dingen in gang gezet bij die personen, en dan gaan ze weer verder. De dingen die je deelt, op YouTube bijvoorbeeld, of op sociale media, die zijn een extensie, die zijn een uitbreiding van jouw energie. Dus ook daar net hetzelfde. Wees heel bewust wat hij doet en waarom hij doet. Dat is ook een van de redenen waarom ik met heel weinig groepen werk. Omdat het zo moeilijk is om vanuit een hoog bewustzijn die groep te blijven beheren. Omdat je natuurlijk mensen van verschillende niveaus krijgt. En het probleem is eigenlijk dat wanneer je met een aantal hoogfrequente mensen in die groep zit. En dan krijg je plots iemand die een heel stuk lager zit. Dat eigenlijk de energie van die groep een stuk naar beneden gaat. Toch zeker in het begin wanneer die persoon binnenkomt. En het probleem is vooral omdat mensen nog niet gewoon zijn om in hun eigen hoge energie te blijven. We zijn geneigd om ons aan te passen, om ons klein te houden, zodanig dat we de anderen niet te veel gaan shockeren. Terwijl het net belangrijk is om gewoon te blijven staan wie jij bent. En ook daar moet er een uitroepteken bij komen, want dat hangt dan vanaf waar dat je zelf al staat natuurlijk. Want ook dat is weer een valkuil. Dat ik al duizend keer gezegd heb. Heel veel mensen denken dat ze heel spiritueel ontwaakt zijn en wakker zijn als F-U-C-K. Hè. Maar als ik gewoon kijk naar mezelf. In 2008, een aantal dagen na de geboorte van mijn zoon, is mijn next level, eigenlijk mijn tweede ontwaking gebeurt. Want uiteindelijk ben ik al mijn ganse leven, als kind, als tiener, werkte ik met energieën, sprak ik met gidsen, waarvan ik op dat moment niet bewust was dat een gids was. Al mijn ganse leven wist ik dat ik een tweelingvlam was, niet bewust onder het woord tweelingvlam, maar ik wist dat er daar een bepaalde connectie, een speciale ziel beschikbaar was voor mij, dat we op later leeftijd samen zouden komen. Maar ik had eerst andere dingen te doen. Bijvoorbeeld het traject dat ik bij de politie gelopen heb. Je zou kunnen zeggen dat is een zijspoor. Nee, dat was eigenlijk een heel belangrijk onderdeel van mijn leven. De dingen dat ik daar meegemaakt en ervaren heb, hebben mij ook gesterkt. En dat brengt mij ook op het stuk van. Vaak is het zo dat mensen ook zeggen, of bijvoorbeeld in coaching of in jobcoaching, ga je dat heel vaak hebben. Van, wat zijn jouw talenten, wat zijn jouw sterktes? Ik herinner me nog van de coachopleiding. Of was het mijn psychologieopleiding, ik weet het zelfs al niet meer. Maar dan moest je hadden we zo'n vierkant. En dan moest je je bewuste talenten, bewuste sterktes. Dus, en je bewuste sterktes, bewuste talenten. Je bewuste zwaktes. Degene die niet zo goed ontwikkeld was. En dan de onbewuste. Maar onbewust, ja, bij onbewust. Dus hoe kon je dat weten? En dus, dat is ook een oefening die in jezelf zijn, jezelf blijven, de online cursus staat. Dus daar ook zijn de oefening voor en vragen voor, om dat uiteindelijk te weten te komen, om dat bewust te worden, om dat de buitenwereld dat jou terugspiegelt. Wat is hetgeen dat onbewust is? Wat is jouw onbewuste sterkte? En wat is jouw onbewuste zwakte? Wat is hetgeen dat je mag verder gaan ontwikkelen?
En hier is de clue. Het gaat er niet over dat je zwaktes gaat gaan ontwikkelen. Nee, je zwaktes moet je bewust zijn. Waarom? Omdat je die dan kan gaan counteren door met andere mensen samen te werken, waarvan dat jouw zwakte hun sterkte is. Maar wat gebeurt er vaak? Dan gaan we vaak gaan zeggen van, oh ja, kijk naar die, en dan gaat eigenlijk, gaan we gaan vervallen in jaloersheid en zo van, waarom heeft die dat wel en ik niet en bla 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 bla. Terwijl we hier allemaal geboren zijn met talenten en gaven. En die talenten en gaven zijn zo aangeboren dat we het niet bewust zijn. En in het huidige onderwijs worden we daar ook op een hele verkeerde manier in ondersteund en in geleid. Integendeel, want daar leren we nog meer van, je moet je sterktes, je zwaktes ontwikkelen. Terwijl ik net gewoon zeg tegen jou, nee, je moet je sterktes ontwikkelen. Je moet je haven daarbuiten uitzetten. Als je een spirituele ondernemer bent, dan moet je haven en je talenten gaan gebruiken. En dat een van mijn talenten is dat ik heel snel zie wat dat er gaande is. Waar dat iemand zichzelf vastzet. Waar dat de onbewuste gedachten zijn. Waar dat de rode draad doorheen het obstakel is waar dat ze tegenaan lopen bijvoorbeeld. En iemand anders gaat dan weer andere sterktes aan haven hebben. En dat is net de bedoeling ervan. We zijn hier allemaal gekomen als een stukje, als een kleine fractie van de bron. En de bedoeling is dat je dat net verder gaat gaan realiseren, dat je dat gaat gaan uitbreiden, dat je dat gaat verder gaan neerzetten en gaan delen met de wereld. Dus, let op voor je mind. Zorg dat je mensen onder arm neemt die weten waar mee dat ze bezig zijn. Omring je met mensen die verder staan dan dat jij staat. Mensen die bepaalde kennis en wijsheid in zich dragen of naar buiten brengen. Zoals dat ik bijvoorbeeld kennis en wijsheid allemaal heb vormgegeven in cursussen en trajecten. Zodanig dat jij het op jouw tempo kan gaan integreren en gaan opnemen. En ja, en daarvoor, een van de beste dingen, een van de dingen dat ze als miljonairs doen en al die rijke mensen doen, is investeren in zichzelf. En investeren in die mensen, of met een ander woord, in die mensen geld betalen die ervoor zorgen dat de zwaktes dat ze hebben, dat ze dat door laten doen door iemand anders. Bijvoorbeeld, ik vind het vreselijk om dingen aan mijn website te veranderen. Dus ik heb daar iemand die daarvoor betaalt. Bijvoorbeeld, nu met het Engelstalige kanaal. Ik heb daar niet altijd de energie voor en ik vind het eigenlijk meestal niet zo leuk om video's op te laden en al die technische dingen te doen. Terwijl Sarah, die vindt dat super fantastisch en in 2 seconden heeft dat allemaal gedaan. Terwijl dat ik me daar echt moest soms toe dwingen. Dus, Sarah doet dat. Zij wordt er blij van, ik word er blij van, win-win. En dat is hoe dat werkt. Gebruik de talenten van elk personeel. De meest succesvolle bedrijven, dat zijn degenen die de juiste mensen op de juiste plek hebben. Niet omwille van hun zwaktes en de opleiding dat ze daarvoor extra gaan claimen. Nee. Maar wat zijn hun natuurlijke aangeboren talenten? Wat zijn hun haven? Wat zijn ze supergoed in? En bovendien, wat vinden ze nog fantastisch om te doen ook? En dat maakt het verschil tussen een succesvol bedrijf en een bedrijf die na een paar jaar failliet gaat. Dus, het is een lang verhaal. Er zijn heel veel dingen in gezegd geweest. Ik zou zeggen, bekijk het anders nog eens opnieuw. Wil je nog dieper aan jezelf werken, maar je weet eigenlijk nog niet goed wie dat je zelf bent. Je weet misschien wel wat je niet wilt in het leven, maar je weet nog niet goed wat je wilt in het leven. Je weet wel wat je niet goed in bent, maar je weet eigenlijk niet goed wat je wel in bent. En je wil laten staan wat je onbewuste talenten zijn en onbewuste zwaktes zijn. Wel, dat zou ik zeggen, schaf de cursus Jezelf Zijn, Jezelf Blijven aan. Dat is een online cursus. Maar heel veel pagina's, ik weet het niet van buiten. Dat is een hele levige cursus. Er zijn heel veel oefeningen in dat ik gebruikt heb tijdens 1-op-1 coaching. Tot eind van deze maand is er nog korting op de cursus. Je moet ook geen kortingscode ingeven, het is allemaal al zo wel aangepast. En je kan er onmiddellijk mee starten. Dus dat wil zeggen, je hebt eigenlijk niks te verliezen. En het zal je helpen om je sneller van punt A naar B te brengen. Dus waar je nu staat en waar je eigenlijk naartoe wil gaan, het zal je sneller daarheen brengen. Omdat het de dingen bevat die ik met trial and error heb in de afgelopen, laten we zeggen, 43 jaar in al mijn levensjaren heb ervaren, tegenaan gelopen, uitgedokterd, uitgezocht, dan tot de vaststelling gekomen dat het niet werkt, iets anders gedaan en opnieuw. En dus dat zijn de dingen waarom dat werken met mij en investeren in jezelf door
producten en diensten bij mij aan te schaffen. Of met mij samen te werken, dat is geen wat je doet. Je investeert geld in jezelf. Oké, okay, je betaalt het aan mij, maar het is een investering in jezelf. Waardoor je eigenlijk jouw eigen groei, het proces, kan gaan inkorten. Je kan geen stappen overslaan. Dat wordt niet toegestaan vanuit het hogere team, vanuit jouw spirituele team. Maar je kunt het wel versnellen. Dus je hoeft niet langer in een bepaalde stukken of schaduwen of in pijnen of in monden of in traumas en zo verder te gaan zitten. Daarom leer ik mensen ook werken met die universele vlam. Omdat van zodra dat je het weet, zodra dat je weet wat er gaande is, en zelfs nog niet altijd moet je bewust zijn, maar in de meeste gevallen wel, dan kan je het onmiddellijk gaan transformeren. Hetzelfde als je de les geleerd hebt, dan kan je die dingen transformeren, waardoor dat onmiddellijk, of heel snel, en eigenlijk de bedoeling is dat het onmiddellijk wordt, zichtbaar wordt in de 3D-wereld. Dus wat zeggen, bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, de wonden, dat je bang bent om altijd geld tekort te hebben, of geen eten te hebben, of geen huis, of geen onderdak te hebben. Als je die dingen geheeld hebt, die wonden die eronder ligt, geheeld hebt, dan ga je zien dat je het heel snel kan gaan shiften en dat je heel snel verandering kan gaan merken in de 3D. Dat zijn allemaal dingen die ik leer doorheen de verschillende cursussen. Dus afhankelijk van waar je zit, afhankelijk van wat je nu op dit moment tegenaan loopt, wat je nu nodig hebt, zijn er verschillende cursussen, verschillende trajecten. Ik zou zeggen, kijk gewoon op de website en kijk naar waar je naartoe geleid wordt. Heb je vragen rond bepaald traject in een cursus, stuur me gerust een mailtje. Ik ga altijd antwoorden. Weet je nog niet hoe wat je begint? Ga dan naar de playlist met de transmissies en laat je intuïtie daar leiden. Beluister naar de transmissie. Daar ook van kan je niks verkeerd doen. Je kan niet te veel krijgen, je kan niet te weinig krijgen. Het zou allemaal perfect zijn. Dus, ik zie dat mijn dochter terug is van een schooluitstap, waardoor dat wij het weekend kunnen gaan beginnen. Ik wens je vast een heel fijne dag. Ik ben er zeker van dat je hier en daar weer wat inzichten hebt mogen ontvangen. En zoals altijd spreek ik je in een volgende video. Dag!